De BMW 5-serie maakt al sinds 1972 deel uit van het gamma van BMW. En van de huidige modelgeneratie zijn al dik 600.000 exemplaren verkocht. En BMW geeft die 5-serie, sedan, maar ook de Touring, nu een uitgebreide facelift. En in deze video gaan we alles vertellen wat BMW heeft aangepast aan zijn 5-serie. Leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en in deze video, zoals gezegd, de nieuwe 5-serie. Hij staat hier als sedan. Het is nog wel een pre-productie-exemplaar. Maar goed, je kunt al heel veel laten zien wat BMW heeft aangepast. Laten we beginnen met de frontpartij. Andere grill. Niet zo groot als bijvoorbeeld die nieuwe BMW 4-serie. Die is echt nog groter. Maar goed, andere koplampen ook. Deze heeft zelfs laserverlichting. En dan zit er ook zo'n heel mooi sierlijk blauw lijntje rond de koplampen. Nieuwe bumpers. BMW introduceert nieuwe wielen, nieuwe kleuren. Eigenlijk een beetje de usual stuff wat je bij een facelift eigenlijk mag verwachten. Aan de achterkant heeft BMW ook het nodige aangepast. Ja, maar moet je maar eens eventjes kijken. BMW installeert nieuwe LED achterlichten. Uiteraard ook een nieuwe achterbumper. Nieuwe uitlaatvormen, meer trapeziumvorm. Maar vooral die achterlichten vallen op. Die hebben nu LED-techniek. Hadden ze al een beetje natuurlijk. Maar nu nog veel meer dan voorheen. En vooral het design van die LED-signatuur valt op. En die moeten voor meer herkenbaarheid zorgen als deze auto bijvoorbeeld in het donker op de weg rijdt. Ja, en kijk eens. BMW levert dan ook optionele 20-inch lichtgewicht M Sportwielen. Dit zijn die exemplaren. En als je dan ook dit M Sportpakket kiest en die M Sport remmerij, dan kun je kiezen. Je kan namelijk die remklauwen, die je eigenlijk normaal altijd in het blauw ziet bij BMW, die kun je nu ook in een rode kleur bestellen. Ook noemenswaardig bij de 5, zoals BMW het noemt, is dat BMW het aanbod plug-in hybrides heeft uitgebreid. Want je kunt nu 5 plug-in hybride modellen bestellen. En deze e-drive technologie, zoals die bij BMW heet, is nu ook verkrijgbaar in de nieuwe BMW 5-serie Touring. Helemaal nieuw in het aanbod is de BMW 545e X-Drive sedan. Dit is dan een BMW 540i, nog met een conventionele aandrijflijn, benzinemotor in dit geval. Maar die 545e X-Drive is natuurlijk een plug-in hybride, want dat vraagt die E. En die variant heeft een 109 pk sterke elektromotor, aangevuld met een 6-in-lijn benzinemotor met 286 pk. En het elektrische rijbereik komt uit op ongeveer 54 kilometer. En die auto is voorzien van een zogeheten BMW e-drive zone functie. Dat is standaard op alle plug-in hybride modellen van de 5-serie. En dit systeem schakelt het aandrijfsysteem automatisch over naar de volledige elektrische rijmodus. Als de auto bijvoorbeeld een green zone in een binnenstad binnenrijdt. En om de CO2-uitstoot van de andere motorvariant te drukken, introduceert BMW mild hybrid technologie met een 48 volt boordnet. En dit systeem wordt op alle 4- en 6-cilinder modellen geleverd. In dit geval zorgt een 48 volt startergenerator voor een snellere gasrespons en een hoger piekvermogen, maar ook de efficiëntie van de verbrandingsmotor verbetert. En de 48 volt startergenerator heeft een piekvermogen van 11 pk. Dus als je een keer wat extra vermogen nodig hebt, dan vult die elektromotor dat aan en dan krijg je als het ware een extra boost. Ook handig om te weten, schakelen met een handgeschakelde zesbak. Ja, dat is echt niet meer mogelijk in de 5-serie. Je krijgt gewoon altijd een achteraps Steptronic automaat. En BMW X-Drive vierwielaandrijving is standaard of juist optioneel te verkrijgen op alle modelvarianten, met uitzondering van de 520i sedan en de 520i Touring. Tijd om in te stappen in deze vernieuwde BMW 5-serie, maar wel eerst even een kanttekening, want dit is namelijk nog een pre-productie BMW model. Het ziet er misschien niet zo uit, maar het is er echt eentje. En dat betekent dat nog niet alle componenten in deze auto definitief zijn. Of het op gaat vallen, ik betwijfel het. Het gaat er in deze video vooral even om dat je al een beeld hebt wat BMW heeft aangepast aan die 5-serie. En ik moet wel zeggen, dit interieur ziet er wel echt heel erg fraai uit. Ja, een beetje cognac, donkerbruin, chocoladebruin kleurig leder. Met een heel mooi wit biesje zoals je kunt zien. Uiteraard allemaal optioneel te verkrijgen. Maar BMW laat wel even zien wat het in huis heeft met deze 5-serie. En niet alleen voorin is het goed vertoeven, maar ook achterin. Want de passagiers hebben in dit geval ook nog eens schermen waarop ze tv kunnen kijken. Hebben ook nog een heel eigen module, zodat ze zelf het klimaat kunnen regelen. Comfortabele armsteun met bekerhouders. Je komt werkelijk aan niks tekort. Ook leuk, deze auto is voorzien van die M-Sport
van het M-Sport pakket. En dat betekent dat je hiervan die mooie gordels hebt met M-kleurige biesjes. Dat even terzijde, want wat is er nu precies nieuw in het interieur van die 5-serie? Een primeur in de BMW 5-serie is BMW Maps. En dit nieuwe navigatiesysteem met cloud data biedt extreem snelle en precieze berekeningen van routes en aankomsttijden. Dat is natuurlijk best handig. En daarnaast wordt real-time traffic data met zeer korte intervallen vernieuwd en kan de bestuurder op alle mogelijke woorden invoeren om een bestemming te selecteren. En uiteraard ondersteunt dit systeem ook Apple CarPlay en Android Auto. En dankzij Remote Software Upgrade, dat is een nieuwe voorziening. En daarmee kun je zeg maar over-the-air updates binnenhalen in deze 5-serie. Ja, en dat is in een notendop de vernieuwde BMW 5-serie. Komt als sedan en als touring en wil je nog veel meer weten over deze auto? Check dan het complete verhaal op autorij.nl. En vond je deze 5-serie leuk en deze video leuk? Geef deze video even een duim omhoog. En vergeet je ook absoluut niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En zet dan ook meteen even het belletje aan, want dan krijg je in de toekomst nog veel meer video's van ons te zien. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video.